Ja, u kijkt nog steeds naar TEDx Amsterdam TV. Mijn naam is Janneke Willemsen en ik ga hier het komende uur praten met de gast van vandaag, Bert Rensen, woordvoerder bij Achmea. Welkom. U kunt met ons meedoen. U kunt namelijk allerlei vragen via Twitter inzenden. En die kunt u vragen aan Bert Rensen, kunt u naar ons toe twitteren. Gebruik dan de hashtag TEDxAms. De vragen komen hier in de uitzending. En de mensen die in de uitzending komen, die maken kans op het allerlaatste kaartje voor het TEDx-evenement dat morgen gehouden wordt. En die kaartjes zijn erg gewild. Het is bijna niet mogelijk om daar op een andere manier nog tussen te komen. En daarnaast worden er ook 5 boeken verloot. Het boek ligt hier op tafel. Het begint met een idee geschreven door Carolien Vader. Dus twitteren, stel uw vragen en gebruik de hashtag TEDxAms. Dan naar de gast van vandaag, van dit moment moet ik zeggen. Bert Rensen, je bent woordvoerder bij de grootste verzekeraar van Nederland, bij Achmea. En eigenlijk weet jij alles over de koers en het beleid van Achmea. Hè? Nou ja, alles is misschien een beetje veel gezegd, maar ik dien er redelijk veel van te weten. Ja, dat zou wel moeten in elk geval. Absoluut. Vertel jij op feestjes ook dat je bij een verzekeraar werkt? Ja, dat doe ik zeker. Ik ben namelijk trots op om bij dit bedrijf te werken. En ik denk ook dat verzekeren een hele belangrijke functie vervult in de maatschappij. En natuurlijk krijg je wel eens kritische vragen van mensen. Maar ik vind ook dat je die moet kunnen beantwoorden. Dus, en dat gaat je tot nu toe goed af? Over het algemeen lukt dat wel. En ja, want op dit moment heeft natuurlijk de financiële sector, en dan hebben we het waarschijnlijk meer over banken, niet zo'n hele goede naam bij consumenten. Ja, klopt. Het is inderdaad meer de bankenwereld die daaronder leidt. Maar verzekeringen zien mensen toch wel voor een groot deel ook als een belangrijke toegevoegde waarde aan hun leven. En om hun leven op gang te houden. Ja. Ja. Achmea, dus jouw werkgever, is vanaf het begin af aan al partner geweest bij TEDx Amsterdam. Waarom heeft Achmea zich er eigenlijk voor gekozen om partner te worden van dit evenement? Ja, dat heeft ermee te maken dat we natuurlijk de grootste speler zijn op het verzekeringsgebied in Nederland. En dat brengt een soort van maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich mee. Wat je hier ziet gebeuren is dat op het podium worden verhalen verteld van innovators, van mensen die echt vooruitstrevende ideeën hebben. Nou, omdat wij die grote speler zijn en die belangrijke rol vervullen in de maatschappij, vinden wij dat we ook vooruit moeten kijken. En we willen ook voorop lopen in verzekeringen maken. Nou, als je voorop wil lopen, moet je mee met innovatieve ideeën en gedachtes. Dus vandaar dat we die match hebben gezocht met TEDx. En wat ons betreft past dat ook heel goed. Ja. Met elke gast gaan we kijken naar een aantal TED Talks die door de gast zelf zijn uitgekozen. Bert Rensen, je hebt er een aantal uitgekozen. Voordat we daarover gaan verder praten, gaan we eerst eens even kijken naar een hele veel bewogen en emotionele TEDx Talk. Ja. For a long time, there was me and my body. Me was composed of stories, of cravings, of strivings, of desires of the future. Me was trying not to be an outcome of my violent past, but the separation that had already occurred between me and my body was a pretty significant outcome. Me was always trying to become something, somebody. Me only existed in the trying. My body was often in the way. Me was a floating head. For years, I actually only wore hats. It was a way of keeping my head attached. It was a way of locating myself. I worried that if I took my hat off, I wouldn't be here anymore. I actually had a therapist who once said to me, Eve, you've been coming here for 2 years, and to be honest, it never occurred to me that you had a body. All this time, I lived in the city because, to be honest, I was afraid of trees. I never had babies because heads cannot give birth. Babies actually don't come out of your mouth. As I had no reference point for my body, I began to ask other women about their bodies. In particular, their vaginas, because I thought vaginas were kind of important. This led to me writing the vagina monologues, which led to me obsessively and incessantly talking about vaginas everywhere I could.
I did this in front of many strangers. One night on stage, I actually entered my vagina. It was an ecstatic experience. It scared me, it energized me, and then I became a driven person, a driven vagina. I began to see my body like a thing that could move fast, like a thing that could accomplish other things, many things all at once. I began to see my body like an iPad or a car. I would drive it and demand things from it. It had no limits. It was invincible. It was to be conquered and mastered like the Earth herself. I didn't heed it. No, I organized it and I directed it. I didn't have patience for my body. I snapped it into shape. I was greedy. I took more than my body had to offer. If I was tired, I drank more espressos. If I was afraid, I went to more dangerous places. Oh, sure, I had moments of appreciation of my body, the way an abusive parent can sometimes have a moment of kindness. My father was really kind to me on my 16th birthday, for example. I heard people murmur from time to time that I should love my body, so I learned how to do this. I was a vegetarian, I was sober, I didn't smoke, but all that was just a more sophisticated way to manipulate my body, a further disassociation like planting a vegetable field on a freeway. As a result of me talking so much about my vagina, many women started to tell me about theirs, their stories, about their bodies. Actually, these stories compelled me around the world, and I've been to over 60 countries. I heard thousands of stories, and I have to tell you, there was always this moment where the woman shared with me that particular moment when she separated from her body, when she left home. I heard about women being molested in their beds, flogged in their burqas, left for dead in parking lots, acid burned in their kitchens. Some women became quiet and disappeared. Other women became mad-driven machines like me. In the middle of my traveling, I turned 40 and I began to hate my body, which was actually progress because at least my body existed enough to hate it. Well, my stomach. It was my stomach I hated. It was proof that I had not measured up, that I was old and not fabulous and not perfect or able to fit into the predetermined corporate image and shape. My stomach was proof that I had failed, that it had failed me, that it was broken. My life became about getting rid of it and obsessing about getting rid of it. In fact, it became so extreme, I wrote a play about it. But the more I talked about it, the more objectified and fragmented my body became. It became entertainment. It became a new kind of commodity, something I was selling. Then I went somewhere else. I went outside what I thought I knew. I went to the Democratic Republic of Congo. And I heard stories that shattered all the other stories. I heard stories that got inside my body. I heard about a little girl who couldn't stop peeing on herself because so many grown soldiers had shoved themselves inside her. I heard an 80-year-old woman whose legs were broken and pulled out of her sockets and twisted up on her head as the soldiers raped her like that. There were thousands of these stories. And many of the women had holes in their bodies, holes, fistula, that were the violation of war, holes in the fabric of their souls. These stories saturated my cells and nerves, and to be honest, I stopped sleeping for 3 years. All the stories began to bleed together. The raping of the earth, the pillaging of minerals, the destruction of vaginas. None of these were separate anymore from each other or me. Militias were raping six-month-old babies so that countries far away could get access to gold and coltan for their iPhones and computers. My body had not only become a driven machine, but it was responsible now for destroying other women's bodies in its mad quest to make more machines to support the speed and efficiency of my machine. Then I got cancer. Or I found out I had cancer. It arrived like a speeding bird smashing into a window pane. Suddenly, I had a body that was pricked and poked and punctured, a body that was cut wide open, a body that had organs removed and transported and rearranged and reconstructed, a body that was scanned and had tubes shoved down it, a body that was burning from chemicals.
Cancer exploded the wall of my disconnection. I suddenly understood that the crisis in my body was the crisis in the world, and it wasn't happening later. It was happening now. Suddenly, my cancer was the cancer that was everywhere, the cancer of cruelty, the cancer of greed, the cancer that gets inside people who live downstream from chemical plants and they're usually poor, the cancer inside the coal miners' lungs, the cancer of stress for not achieving enough, the cancer of buried trauma, the cancer in caged chickens and polluted fish, the cancer in women's uteruses from being raped, the cancer that is everywhere from our carelessness. In his new and visionary book, New Self, New World, the writer Philip Shepherd says, "If you are divided from your body, you are also divided from the body of the world, which then appears to be other than you or separate from you, rather than the living continuum to which you belong." Before cancer, the world was something other. It was as if I was living in a stagnant pool and cancer dynamited the boulder that was separating me from the larger sea. Now I am swimming in it. Now I lay down in the grass and I rub my body in it and I love the mud on my legs and feet. Now I make a daily pilgrimage to visit a particular weeping willow by the Seine. And I hunger for the green fields in the bush outside Bukavu. And when it rains hard rain, I scream and I run in circles. I know that everything is connected. And the scar that runs the length of my torso is the markings of the earthquake, and I am there with the 3 million in the streets of Port-au-Prince. And the fire that burned in me on day 3 through 6 of chemo is the fire that is burning in the forest of the world. I know that the abscess that grew around my wound after the operation, the 16 ounces of pus, is the contaminated Gulf of Mexico. And there were oil-drenched pelicans inside me and dead floating fish. And the catheters they shoved into me without proper medication made me scream out the way the earth cries out from the drilling. And in my second chemo, my mother got very sick. And I went to see her. And in the name of connectedness, the only thing she wanted before she died was to be brought home by her beloved Gulf of Mexico. So we brought her home, and I prayed that the oil wouldn't wash up on her beach before she died. And gratefully, it didn't. And she died quietly in her favorite place. And a few weeks later, I was in New Orleans, and this beautiful spiritual friend told me she wanted to do a healing for me, and I was honored. And I went to her house, and it was morning, and the morning New Orleans sun was filtering through the curtains. And my friend was preparing this big bowl, and I said, "What is it?" And she said, "It's for you. The flowers make it beautiful, and the honey makes it sweet." And I said, "But what's the water part?" And in the name of connectedness, she said, "Oh, it's the Gulf of Mexico." And I said, "Of course it is." And the other women arrived, and they sat in a circle, and Michaela bathed my head with the sacred water, and she sang. I mean, her whole body sang. And the other women sang, and they prayed for me and my mother. And as the warm gulf washed over my naked head, I realized that it held the best and the worst of us. It was the greed and recklessness that led to the drilling explosion. It was all the lies that got told before and after. It was the honey in the water that made it sweet. It was the oil that made it sick. It was my head that was bald and comfortable now without a hat. It was my whole self melting into Michaela's lap. It was the tears that were indistinguishable from the gulf that were falling down my cheeks. It was finally being in my body. It was the sorrow that's taken so long. It was finding my place and the huge responsibility that comes with connection. It was the continuing devastating war in the Congo and the indifference of the world. It was the Congolese women who are now rising up. It was my mother leaving just at the moment that I was being born. It was the realization that I had come very close to dying, in the same way that the earth, our mother, is barely holding on, in the same way that 75% of the planet are hardly scraping by.
In the same way that there is a recipe for survival, what I learned is it has to do with attention and resources that everybody deserves. It was advocating friends and a doting sister. It was wise doctors and advanced medicine and surgeons who knew what to do with their hands. It was underpaid and really loving nurses. It was magic healers and aromatic oils. It was people who came with spells and rituals. It was having a vision of the future and something to fight for, because I know this struggle isn't my own. It was a million prayers. It was 1,000 hallelujahs and 1,000,000 ohms. It was a lot of anger, insane humor, a lot of attention, outrage. It was energy, love, and joy. It was all these things. It was all these things. It was all these things in the water, in the world, in my body. En we keken naar de TED-talk van Yves Ensler, uitgezocht door Bert Rensen van Achmea. Waarom heb jij precies deze talk uitgekozen? Ja, die heb ik uitgekozen omdat dit volgens mij een schoolvoorbeeld is van hoe TED-talks eruit moeten zien. En ook met het oog op het thema van morgen, Human Nature, denk ik dat echt een van de betere TED-talks is die er überhaupt bestaan. En ik heb deze nu, ik zie hem nu voor de derde of de vierde keer en het blijft gewoon echt een kippenvel verhaal. Wat ja. Yves Ensler heel mooi doet, is haar eigen persoon, haar eigen ontwikkeling koppelen aan de ontwikkeling van de aarde, zoals die nu is. En het blijft gewoon kippenvel, omdat ze dat hele proces doormaakt. En ze roept eigenlijk ons op om te kijken naar de aarde, die datzelfde proces doormaakt, en op tijd in te grijpen. Ja, want ze heeft eigenlijk, wat ze vertelt, is dat ze eerst nogal in haar hoofd leefde. En dat ze uiteindelijk de ziekte kanker nodig heeft gehad ja. om haar hoofd en haar lichaam als één te voelen. Ja. Wat heeft dat dan met de wereld te maken? In die zin heeft dat met de wereld te maken dat je wel verbonden moet zijn met elkaar. En zij zegt van nou, mijn hoofd was niet verbonden met mijn lijf. En wat we zien in de wereld in zijn geheel is dat mensen niet voldoende verbonden zijn met elkaar. Kijk, ze pakt het voorbeeld van Congo waar ze geweest is. Ik ben zelf een aantal jaren geleden ook in Afrika geweest. En in de sloppenwijken van Nairobi rondgelopen een week. En daar zie je dus dat onderlinge verbondenheid echt nodig is om te kunnen overleven. En als ik dat voorbeeld van die sloppenwijken pak, de mensen daar hebben helemaal niks, maar hebben wel elkaar nodig om in die ellende overeind te kunnen blijven. En zij heeft dus die ellende in Congo meegemaakt. En ook daar zie je dus dat als mensen aan hun lot worden overgelaten, dat het gewoon niet goed gaat. Nou, dat heeft ze zelf met hoofd en lijf meegemaakt. En dat die parallel trekt ze met de wereld in zijn geheel. En dat vind ik heel mooi. Ja, en dat zij het over haar lichaam heeft, heeft dat ook een link met Achmea? Of heb je hem daar niet om uitgekozen? Nee, daarom heb ik hem niet uitgezocht. Je zou kunnen zeggen van nou, de gezondheid en zo, maar dat is in dit verhaal niet de reden waarom ik uitgezocht heb. Maar meer over de solidariteit tussen mensen in de hele wereld. Dat vind ik een belangrijk punt. Ja, dat rentmeesterschap eigenlijk voor de wereld, hè? Zorg dragen voor de wereld. Hoe past dat bij een verzekeraar als Achmea? Dat was heel goed bij een verzekeraar als Achmea. Als ik naar ons bedrijf kijk, wij hebben binnen Europa 13 miljoen verzekerden. Het is best veel, daarvan zijn er 8 miljoen binnen Nederland. En op de een of andere manier hebben die mensen ervoor gekozen om een verzekering af te sluiten, zodat ze door kunnen met hun leven als er wat gebeurt. Als hun huis afbrandt, of ze worden ziek, of ze krijgen een auto-ongeluk. Als je verzekerd bent, dan kun je dus rekenen op steun vanuit die pot met geld, om dus door te kunnen met je leven. Nou, en daarmee houden dus de economie op gang, we houden de maatschappij op gang. En dat is weer die link met het rentmeesterschap. Ja, want als ik een verzekering afsluit, de vraag wel of niet verzekeren, is voor, denk ik voor veel mensen niet iets dat ze daar meteen bij nadenken, dat ze daar misschien anderen ook mee kunnen helpen. Maar nee. Hoe zou dat dan werken? Ja, als je hebt ook een zorgverzekering, net als alle Nederlanders, want die is dan verplicht. Die kost 1000 of 1100 euro, pak een beetje. Nou, dat, als je niet ziek wordt, heb je dat geld zelf niet nodig. Maar je draagt het geld bij aan een pot met verzekeringsgeld en die buurman krijgt misschien wel een enge ziekte of heeft een operatie nodig. Dus je betaalt in feite mee aan de operatie van je buurman. Nou, en dat is solidariteit in optima forma. En is Achmea daarin heel anders dan andere verzekeraars?
Zo werken natuurlijk alle zorgverzekeraars. Hè, dat is op zich hetzelfde, zeker omdat het verplicht is. Waarmee er wel anders in is, is de basis vanuit wij dat doen. We zijn een coöperatieve verzekeraar, geschoeid op coöperatieve leest. En we hebben dus geen winstoogmerk. En dat, kun je dat eens uitleggen? Hoe zit het in elkaar dan bij jullie, coöperatieve verzekeraar? Wat stellen we daar ons bij voor? De meeste verzekeraars zijn beursgenoteerd, dus die gaan voor aandeelhouderswaarde, dus die gaan voor de winst. Wij hebben twee aandeelhouders. Eentje is Rabobank, dat is op zich een coöperatie natuurlijk. En de andere is de vereniging Achmea. Nou, die vereniging Achmea wordt gevormd door onze vertegenwoordiging van onze leden, van onze klanten. En die hebben een belangrijke stem in hoe wij ons bedrijf runnen. Ik zie dat er een Twittervraag is. Kan ik die? Ja, kijk, dat is leuk. Ja, Twittervragen kunnen dus gesteld worden met de hashtag TEDxAMS. En onder de inzenders, degene die in de uitzending komen, gooien we vervolgens in die bak. En dan wordt daar het laatste kaartje voor morgen voor TEDx Amsterdam verloot. En ook 5 boeken. Het begint met een idee. Daar kun je dan ook kans op maken. Deze vraag die is van Paul Volwater. De vraag is, je kunt als persoon niet alles verzekeren. Wat vinden mensen in deze tijd echt belangrijk? Ja, je kunt ook niet alles verzekeren. Wij zijn ook van mening dat je dat niet moet willen. Je moet verzekeren wat er echt toe doet. En wat doet er, wat zie jij, wat doet er voor mensen echt toe nu? De kosten die je niet zelf zou kunnen dragen, die moet je verzekeren. Dus dat heb je met zorg natuurlijk weer, echt dure ziekenhuisoperaties, daar heb je meestal geen geld voor zelf. Of autoverzekeringen, huizen, dus heel veel dingen zou je wel moeten verzekeren. Maar er zijn natuurlijk ook dingen waarvan je zegt, ja, daar heb ik zelf wel een potje voor en dat hoef je dan niet per se te verzekeren. Nee. Nou, ik doe hem in de bak. Als u ook een vraag heeft, dan kunt u die stellen via Twitter. Nog één keer de hashtag, dat is TEDxAMS. Dan komt u hier in de uitzending. En u maakt dus kans op het laatste kaartje voor morgen voor TEDx Amsterdam. Ja, dat solidariteitsprincipe, laten we het daar nog maar eens even over hebben. Je verzekert je niet alleen voor jezelf, maar ook om anderen daarmee te helpen. Ja, is dat niet een beetje ouderwets, die gedachte? Ja. Eigenlijk wel. Want dan grijp ik terug naar hoe Achmea ooit is ontstaan. Dat was 200 jaar geleden in Achlem. Daar waren 39 boeren. Die hadden allemaal een boerderij. En die zeiden tegen elkaar, van, stel nou dat bij een van ons die boerderij afbrandt. Wat dan? Nou, dan is zo'n boer aan de bedelstaf, tot de bedelstaf veroordeeld, zeiden ze toen. Maar die is dan dus failliet. Die kan niks meer. Ja. Die boeren zeiden tegen elkaar, van, als we nou elke maand een klein bedrag uitleggen. En overkomt ons een van onze 39 overkomt iets, dan kunnen we door met ons leven. Want dan kunnen we die kosten dus dragen. Nou, dat principe, dat hanteert Achmea nog steeds. Bij al onze, met onze basisgedachten, zeg maar. En je ziet het ook bij bijvoorbeeld een nieuw merk als InShared. Ook een van de Achmea-merken. Daar hebben ze dat principe weer even naar boven gehaald. Nou, als je dus jezelf aansluit bij InShared. En alle klanten van InShared maken minder schades. Dan krijg je aan het eind van het jaar gewoon een bedrag weer terug. Uit die verzekeringspot uitgekeerd. En dat is het principe zoals het 200 jaar geleden ook was. Het klinkt ergens eigenlijk ook wel idealistisch. Maken jullie dan wel winst of doen jullie het... Ja, nee, we zijn absoluut ook wel een commercieel bedrijf. We maken ook winst, maar het is niet zozeer voor de aandeelhouders, maar meer voor de continuïteit van ons bedrijf. Dus die winst heb je nodig omdat je een gezond bedrijf wil zijn. En daar verschillen we dus echt van de rest van de markt. Ja. Je zegt dat coöperatieve karakter, hè? Dat heeft Achmea. Mm-hmm. Wat heeft dat voor voordelen? Heeft dat iets opgeleverd voor het bedrijf? Nou, wat je ziet, de crisis van 2008, de bedrijven met een coöperatieve grondslag, Rabobank is daar een heel goed voorbeeld van, die zijn daar gemakkelijker doorheen gekomen. Het heeft namelijk een soort van behoudende inslag in zich. Doordat leden mogen meestemmen. Precies, leden zeggen van nou, doe alsjeblieft rustig met mijn geld en zorg voor continuïteit en toekomst en niet zozeer voor snelle korte termijn winst. Ja, leden die zijn niet uit op snelle winsten? Nee, mensen sluiten een verzekering voor zekerheid ja. En niet om snel geld te verdienen. Okay. Je hebt nog een tweede TED-talk ook uitgekozen. Een talk van Norina Hertz. En die gaat over het gebruik van experts voordat... Nou, ik ben straks weer heel erg benieuwd waarom je me hebt uitgekozen, maar laten we er eerst nog even naar gaan kijken.
It's Monday morning. In Washington, the President of the United States is sitting in the Oval Office, assessing whether or not to strike Al-Qaeda in Yemen. At number 10 Downing Street, David Cameron is trying to work out whether to cut more public sector jobs in order to stave off a double-dip recession. In Madrid, Maria Gonzalez is standing at the door, listening to her baby crying and crying, trying to work out whether she should let it cry until it falls asleep or pick it up and hold it. And I am sitting by my father's bedside in hospital, trying to work out whether I should let him drink the 1.5 liter bottle of water that his doctors just came in and said, you must make him drink today. My father's been nil by mouth for a week. Or whether by giving him this bottle, I might actually kill him. We face momentous decisions with important consequences throughout our lives. And we have strategies for dealing with these decisions. We talk things over with our friends. We scour the internet. We search through books. But still, even in this age of Google and TripAdvisor and Amazon recommends, it's still experts that we rely upon most. Especially when the stakes are high, and the decision really matters. Because in a world of data deluge and extreme complexity, we believe that experts are more able to process information than we can, that they are able to come to better conclusions than we could come to on our own. And in an age that is sometimes nowadays frightening or confusing, we feel reassured by the almost parental-like authority of experts who tell us so clearly what it is we can and cannot do. But I believe that this is a big problem. A problem with potentially dangerous consequences for us as a society, as a culture, and as individuals. It's not that experts have not massively contributed to the world. Of course they have. The problem lies with us. We've become addicted to experts. We've become addicted to their certainty, their assuredness, their definitiveness. And in the process, we have ceded our responsibility, substituting our intellect and our intelligence for their supposed words of wisdom. We've surrendered our power, trading off our discomfort with uncertainty for the illusion of certainty that they provide. This is no exaggeration. In a recent experiment, a group of adults had their brains scanned in an MRI machine as they were listening to experts speak. The results were quite extraordinary. As they listened to the experts' voices, the independent decision-making parts of their brains switched off. It literally flatlined, and they listened to whatever the experts said and took their advice, however right or wrong. But experts do get things wrong. Did you know that studies show that doctors misdiagnose 4 times out of 10. Did you know that if you file your tax returns yourself, you're statistically more likely to be filing them correctly than if you get a tax advisor to do it for you? And then there's, of course, the example that we're all too aware of financial experts getting it so wrong that we're living through the worst recession since the 1930s. For the sake of our health, our wealth, and our collective security, it's imperative that we keep the independent decision-making parts of our brains switched on. And I'm saying this as an economist who, over the past few years, has focused my research on what it is we think
and who it is we trust and why, but also, and I'm aware of the irony here, as an expert myself, as a professor, as somebody who advises prime ministers, heads of big companies, international organizations, but an expert who believes that the role of experts needs to change, that we need to become more open-minded, more democratic, and be more open to people rebelling against our points of view. So, in order to help you understand where I'm coming from, let me bring you into my world, the world of experts. Now, there are, of course, exceptions. Wonderful, civilization-enhancing exceptions. But what my research has shown me is that experts tend, on the whole, to form very rigid camps, that within these camps, a dominant perspective emerges that often silences opposition, that experts move with the prevailing winds, often hero-worshipping their own gurus. Alan Greenspan's proclamations that the years of economic growth would go on and on, not challenged by his peers, until after the crisis, of course. You see, we also learn that experts are located, are governed by the social and cultural norms of their times. Whether it be the doctors in Victorian England, say, who sent women to asylums for expressing sexual desire, or the psychiatrists in the United States, who up until 1973 were still categorizing homosexuality as a mental illness. And what all this means is that paradigms take far too long to shift, that complexity and nuance are ignored, and also that money talks, because we've all seen the evidence of pharmaceutical companies funding studies of drugs that conveniently leave out their worst side effects, or studies funded by food companies of their new products, massively exaggerating the health benefits of the products they're about to bring by market. A study showed that food companies exaggerate it typically 7 times more than an independent study. And we've also got to be aware that experts, of course, also make mistakes. They make mistakes every single day. Mistakes born out of carelessness. A recent study in the Archives of Surgery reported surgeons removing healthy ovaries, operating on the wrong side of the brain, carrying out procedures on the wrong hand, elbow, eye, foot, and also mistakes born out of thinking errors. A common thinking error of radiologists, for example, when they look at CT scans, is that they're overly influenced by whatever it is that the referring physician has said that he suspects the patient's problem to be. So if a radiologist is looking at the scan of a patient with suspected pneumonia, say, what happens is that if they see evidence of pneumonia on the scan, they literally stop looking at it, thereby missing the tumor sitting 3 inches below on the patient's lungs. I've shared with you so far some insights into the world of experts. These are, of course, not the only insights I could share, but I hope they give you a clear sense, at least, of why we need to stop kowtowing to them, why we need to rebel, and why we need to switch our independent decision-making capabilities on. But how can we do this? Well, for the sake of time, I want to focus on just 3 strategies. First, we've got to be ready and willing to take experts on.
and dispense with this notion of them as modern-day apostles. This doesn't mean having to get a PhD in every single subject, you'll be relieved to hear, but it does mean persisting in the face of their inevitable annoyance when, for example, we want them to explain things to us in language that we can actually understand. Why was it that when I had an operation, my doctor said to me, "Beware, Miss Hertz, of hyperpyrexia," when he could have just as easily said, "Watch out for a high fever"? You see, being ready to take experts on is about also being willing to dig behind their graphs, their equations, their forecasts, their prophecies, and being armed with the questions to do that. Questions like, what are the assumptions that underpin this? What is the evidence upon which this is based? What has your investigation focused on? And what has it ignored? It recently came out that experts trialing drugs before they come to market typically trial drugs first primarily on male animals and then primarily on men. It seems that they've somehow overlooked the fact that over half the world's population are women. And women have drawn the short medical straw, because it now turns out that many of these drugs don't work nearly as well on women as they do on men. And the drugs that do work well work so well that they're actively harmful for women to take. Being a rebel is about recognizing that experts' assumptions and their methodologies can easily be flawed. Second, we need to create the space for what I call managed dissent. If we are to shift paradigms, if we are to make breakthroughs, if we are to destroy myths, we need to create an environment in which expert ideas are battling it out, in which we're bringing in new, diverse, discordant, heretical views into the discussion, fearlessly, in the knowledge that progress comes about not only from the creation of ideas, but also from their destruction, and also from the knowledge that by surrounding ourselves by divergent, discordant, heretical views, all the research now shows us that this actually makes us smarter. Encouraging dissent is a rebellious notion because it goes against our very instincts, which are to surround ourselves with opinions and advice that we already believe or want to be true. And that's why I talk about the need to actively manage dissent. Google CEO Eric Schmidt is a practical practitioner of this philosophy. In meetings, he looks out for the person in the room, arms crossed, looking a bit bemused, and draws them into the discussion, trying to see if they indeed are the person with a different opinion, so that they have dissent within the room. Managing dissent is about recognizing the value of disagreement, discord, and difference. But we need to go even further. We need to fundamentally redefine who it is that experts are. The conventional notion is that experts are people with advanced degrees, fancy titles, diplomas, best-selling books, high-status individuals. But just imagine if we were to junk this notion of expertise as some sort of elite cadre, and instead embrace the notion of democratized expertise, whereby expertise was not just the preserve of surgeons and CEOs, but also shop girls. Yeah, Best Buy, the consumer electronics company, gets all its employees,
the cleaners, the shop assistants, the people in the back office, not just its forecasting team, to place bets, yes, bets, on things like whether or not a product is going to sell well before Christmas, on whether customers' new ideas are going to be or should be taken on by the company, on whether a project will come in on time. By leveraging and by embracing the expertise within the company, Best Buy was able to discover, for example, that the store that it was going to open in China, its big grand store, was not going to open on time because when it asked its staff, all its staff, to place their bets on whether they thought the store would open on time or not, a group from the finance department placed all their chips on that not happening. It turned out that they were aware, as no one else within the company was, of a technological blip that neither the forecasting experts nor the experts on the ground on China were even aware of. The strategies that I have discussed this evening: embracing dissent, taking experts on, democratizing expertise, rebellious strategies, are strategies that I think would serve us all well to embrace as we try to deal with the challenges of these very confusing, complex, difficult times. For if we keep our independent decision-making part of our brains switched on, if we challenge experts, if we're skeptical, if we devolve authority, if we are rebellious, but also if we become much more comfortable with nuance, uncertainty, and doubt, and if we allow our experts to express themselves using those terms too, we will set ourselves up much better for the challenges of the 21st century. For now, more than ever, is not the time to be blindly following, blindly accepting, blindly trusting. Now is the time to face the world with eyes wide open. Yes, using experts to help us figure things out, for sure. I don't want to completely do myself out of a job here, but being aware of their limitations, and of course, also our own. Thank you. Ja, wij zijn hier nog steeds live vanuit de Stadsschouwburg in Amsterdam. De voorbeschouwing, kun je zeggen, van TEDx Amsterdam, dat morgen van start gaat. En de gast op dit moment is Bert Rensen van Achmea. We hebben net voor de reclame hebben we gezien een TEDx-talk, een TED-talk moet ik zeggen. Die had uitgekozen van Nourina Hertz, een econoom. En die zegt eigenlijk, ja, experts weten het ook niet. Is dat zo? Nou, ze zegt, experts weten het wel, maar je moet niet als individu, als persoon alleen maar vertrouwen op die experts. Denk nou ook zelf eens na voordat je wat onderneemt. En dat is voor mij een hele inspirerende TED-talk, omdat ze dus een beroep doet weer op het zelfdenkend vermogen van de individuen. Maar denken wij te weinig na, zelf? Soms wel. Als je het hebt over beleggen bijvoorbeeld. Stel je hebt 10.000 euro, daar wil je iets mee. Veel mensen gaan dan toch naar een beleggingsadviseur of naar een bank en die vertrouwen volledig op wat die adviseur daarover zegt. Nou, je kunt natuurlijk ook zelf nadenken, want ook zo'n beleggingsadviseur kan toch niet in de toekomst kijken. En soms zijn we als individu daar wat te gemakzuchtig in, vind ik. Ja, dat is voor mij inderdaad ook heel herkenbaar. Mensen vertrouwen erg op experts. Ja. Hoe zou je dat kunnen stimuleren, dat mensen toch meer zelf na gaan denken en wel misschien het oordeel van een expert gebruiken bij hun oordeel? Maar... Ja, de goede vragen stellen. He, dus ik denk dat je wel zo'n expert of zo'n adviseur nodig hebt in sommige gevallen om je te laten voorlichten over wat slim is. Maar blijf vooral ook vragen stellen van waar baseert hij dan zijn inzichten op en heeft hij onderzoek gedaan of
dat soort dingen. Ja. In de zorg heb je natuurlijk specialisten. Is het ook zo dat wij op dit moment de Nederlandse burger te veel op specialisten vertrouwt? Kun je daar iets over zeggen vanuit het algemeen? De beroepsgroep, de specialisten en de dokters in Nederland zijn van zeer hoog niveau. Daar moet je ook wel op vertrouwen, want die hebben dermate specifieke kennis dat je dat zelf ook vaak niet weet. Wat je wel ook ziet is dat de beroepsgroep, specialisten en medici elkaar ook heel scherp houdt. Dus er wordt heel veel onderzoek gedaan en behandelingen worden pas uitgevoerd als het echt medisch ook bewezen is, wetenschappelijk onderbouwd. En daar gaat vaak jaren overheen. Ik denk dat juist daar wat lastiger is om heel kritisch te zijn. Maar ik denk wel dat je kritisch moet blijven. Begint al bij je bezoek aan de huisarts. Stel gewoon de vragen die je wilt stellen. Dus wees mondig. Ja, want in hoeverre kan je als gewone leek zeg maar, bepalen welke zorg nou goed voor jou is? Het gaat altijd nog over je eigen lijf en over je eigen gezondheid. En dat kun je dus allemaal zelf bepalen. Dus een ziekenhuis kan maar zeggen, je moet naar ziekenhuis X. Maar zelf ga je misschien liever naar ziekenhuis Y. Nou, om daar wat inzicht in te krijgen, zijn in ieder geval de zorgverzekeraars van ons concern, van Achmea, die zijn ook heel drukdoende om die kwaliteit van die zorg inzichtelijk te maken. Dus wij monitoren ziekenhuizen, we monitoren specialisten, fysiotherapeuten, noem het allemaal maar op, om inzichtelijk te krijgen hoe nou hun kwaliteit is. Dus hoeveel behandelingen doen ze, wat zijn de resultaten daarvan. Nou, dat maken we allemaal inzichtelijk ook voor de klanten van die zorgverzekeraars. Dus jullie faciliteren het eigenlijk dat je ook zelf je eigen beslissingen of je eigen voorkeur kunt hebben voor een ziekenhuis of een specialist. Ja. Wordt het dan niet veel te moeilijk voor mensen om, als ze ook nog moeten gaan beslissen naar welke dokter of welke specialist of welk ziekenhuis je dan moet gaan? Uiteindelijk moet je zelf beslissen. Dat gaat om jou. Maar je moet jezelf goed laten voorlichten en de goede vragen stellen. Nou, als je dan daar niet uitkomt, neem dan contact op met je zorgverzekeraar of met andere experts, maar blijf wel zelf nadenken. Ja, dus wel even goed die expert ook nog gebruiken als backup. Dat zou ik wel doen. Ja. Ja, dat zou ik wel doen. In hoeverre kan of mag een verzekeraar als Achmea sturen in het veranderen van gedrag naar klanten? Als het gaat om bijvoorbeeld grote thema's, zorg, mobiliteit. Ja, dat mag natuurlijk altijd. Maar of dat het ook echt lukt, is een tweede natuurlijk. Kijk, wat we doen op het gebied van preventie. Mensen adviseren om gezond te leven, gezond te eten, voldoende te sporten. Dat doen we natuurlijk wel. En daarmee vergroot je ten eerste de kwaliteit van leven. En je gezondheid wordt ook beter, waardoor je uiteindelijk ook minder kosten maakt in de zorg. En dat is natuurlijk voor de zorgverzekeraar goed, maar ook voor jezelf. Omdat daardoor premies beheersbaar kunnen blijven. Dus dat is eigenlijk wel wat we doen. Maar je kunt mensen niet afdwingen. Je kunt niet zeggen van je moet 2 keer in de week gaan sporten of je mag niet gaan skiën. Dat willen we ook niet als Achmea. Ja. Kunnen klanten van Achmea ook eigenlijk wel zelf verantwoordelijkheid nemen als het gaat om zorg en verzekeringen? En hoe moeten ze dat doen? Ja, dat kunnen ze zeker. Dus wat je kunt doen is, dus, ja, wat ik net zeg, gezond eten, voldoende sporten. En Achmea heeft dan ook nog de Achmea Health Centers bijvoorbeeld, waar we dus mensen verzekeren van ons met korting laten begeleiden door goede fitness- en sportinstructeurs. Dus dat, als ze sporten, dat ze het ook verantwoord doen. Dus dat kan zeker, ja. Ja. Nog eventjes over die TED-talk. Wanneer was de eerste keer dat je deze TED-talk zag? Deze, die heb ik 3 keer gezien, denk ik. En de eerste keer heb ik die gezien nadat Norina Hertz bij Achmea op bezoek was. We hebben toen een complex geopend, een kantoor in Zeist. En ter ere van die opening was zij op bezoek. En toen ging het over micro-insurance, microverzekeren. En daar heb ik haar leren kennen. Toen ben ik haar een beetje gaan volgen, op, onder andere op TED. En dan zie je dat ten eerste kan ze heel mooi praten. Elke zin is gewoon helemaal af. Maar ze zegt ook de goede dingen. Dus zij is heel keen en ze ziet ook het grotere verband. Zij is echt een globalist, ja. Noemt ze zichzelf ook. Dus ze bekijkt de economie voor de hele wereld in 1 keer. En wist jij destijds al af dat ze van het evenement TEDx? Nee, toen wist ik nog niks van TEDx. Nee. Want we zijn vandaag al sinds 10 uur vanmorgen hier bezig met de livestream. Eigenlijk de voorbeschouwing voor het grote evenement morgen. En onze reporters zijn vandaag buiten geweest en die zijn eventjes aan het polsen geweest of het al een beetje begint te leven hier in Amsterdam voor de Stad Schouwburg. Laten we eens kijken wat dat mensen eigenlijk bezighoudt.
meneer, komt u voor TED? Nee. Heeft u enig idee wat het is? Nee. Tijd. Valt de tijd. TET. TET, TED. Ik weet wat het is, ik volg het ook op internet. Okay. Ja. U gaat de livestream volgen? Ja, meestal wel. Ja. Vandaag al? Vandaag weet ik niet. Vandaag heel veel te doen, maar ik ga altijd achteraf kijken. Waar kent u TED van? Ik weet niet hoe het gekomen is, maar ik denk 1,5 jaar geleden of zo. De bekende Golden Circle had ik toen gezien en toen was ik helemaal enthousiast. Dus ja, ik vind het fantastisch. Meneer, gaat u vandaag naar TED? Ja. Ah. Wat is TED? TED is een, eigenlijk is het morgen. Dat is een conferentie waar mensen spreken die ideeën hebben die het waard zijn om te delen. Dat is het idee. En wat gebeurt er vandaag dan? Volgens mij is het opwarmertje. Volgens mij worden er de hele dag door mensen geïnterviewd. Die of al op TED hebben gestaan, of die er staan. En ik ga er ook 2 interviewen. Aha, want wie bent u? Ik ben Ronnie Overgoor. En u gaat morgen ook? Nee, kan niet. Niet? Nee, kan niet. Waarschijnlijk wordt het live weer gestreamd online. Dus ik probeer online in ieder geval het een en ander mee te pikken, maar ik kan niet de hele dag hier zitten. Jammer. Ik zag een filmpje van TED, 1 jaar geleden. Dat was zo inspirerend dat ik toen besloten heb om mijn bedrijf te starten. En dat is TED voor mij, inspiratie. Wat was het in dat filmpje wat je zo inspireerde om echt een bedrijf te gaan starten? Nou, uitgaan van de authentieke kern, van wie je bent en wat je wil. En waarom je uit bed gaat in de ochtend. Wat motiveert je, wat drijft je? En als je daar terecht kan komen, dan komt er heel veel energie vrij. Dankjewel. Alsjeblieft. En als u nu opeens bedenkt dat u ook naar TED wilt morgen hier in Amsterdam, nou, dan heb ik goed nieuws, want dat kan nog. Er is namelijk nog 1 kaartje, het allerlaatste kaartje. En hoe kunt u dat nou bemachtigen? Nou, dan moet u even een vraag aan ons twitteren met de hashtag TEDxAms erbij. En onder de inzenders van die vragen verloten we aan het einde van de dag het allerlaatste kaartje voor TEDx Amsterdam. Ja, Bert, ga jij morgen ook eigenlijk? Ja, ik ben er de hele dag bij. En hoe ben jij aan dat kaartje gekomen? Achmea is een van de sponsors. Achmea is een van de sponsors, dus dan krijg je 2 dan kaarten. Gewoon, ja, dan mag je gewoon sowieso. Nou, je bent een geluksvogel. Ja. Dankjewel voor je komst. Het komende uur dan gaat Joris van Heukelom hier verder. En die gaat dan praten met de founding father van TEDx Amsterdam, Jim Stolze. Blijft u kijken, blijft u twitteren. Ik wens u nog een prettige dag.